Voormalig president Donald Trump (77) weerlegt beschuldigingen dat hij zijn cameo in Home Alone 2 heeft afgedwongen en beweert dat regisseur Chris Columbus (65) hem juist smeekte om deel te nemen aan de film. Trump deelt deze verklaring op zijn eigen platform Truth Social. In reactie op een interview uit 2020 met Columbus in Business Insider, waarin de regisseur beweert dat Trump de voorwaarden stelde dat ze alleen in de lobby van het Plaza Hotel mochten filmen als hij zelf in de film verscheen. Benadrukt Trump dat hij aanvankelijk niet wilde deelnemen. Hij stelt dat hij onder druk werd gezet, ondanks zijn initiële terughoudendheid. Trump beweert dat zijn cameo juist heeft bijgedragen aan het succes van de film. De controverse rond de scène met Trump kwam opnieuw naar voren in 2021, toen hij weigerde de uitslag van de presidentsverkiezingen te accepteren. Er werden zelfs suggesties geopperd om hem uit de film te knippen, iets waar hoofdrolspeler Macaulay Culkin zich voorstander van toonde.